vriendin of als gewoon ja, voor een keer? Kijk, voor een keer. Ik vind een getal. Nee. 247. Ja? Ja, ik wil niet een afgelikte boterham. Yes. Ik heb gefluiden. Nee, ik weet het ook niet. Wat jij? Ja, als ze gewoon onze leeftijd is, dan moet het wel onder de 10 zijn, ja. Kijk, 7 tot 10, dan heb je dat is het perfecte aantal, zeg maar. Ja. Maar als een meisje op kamer woont in Amsterdam en ze is 5 jaar vrijgezel, ja, tuurlijk heb je er dan meer dan 10, weet je wel. Ja. Dat is logisch. Want als ze gewoon gezellig is en veel uitgaat, maar wel gewoon leuk en lief is, dan kan het zijn dat ze wel veel bedpartners heeft. Nee, ik hoef dat niet te weten. Nee, maar ik zou nooit met een chick gaan waarvan ik weet van oké, hier is heel Amsterdam en Rotterdam en heel Nederland overheen geweest. Nee, dat moet ze zelf weten. Maar ik vraag er ook niet naar. Waarom zou ik het überhaupt willen weten? Ja, dat is wel een ding, ja. Dat is wel een ding. Je gaat er gewoon niet naar vragen. Gewoon. Als jij gaat daten met een chick en je vraagt naar hoeveel bedpartners heb je gehad... Dat ga je toch nooit vragen? Die vragen komen er echt. Na 5 jaar relatie. Ik hoef het niet eens te weten eigenlijk. Nee, maar die vragen komen er wel. Ja, maar dan hoef je geen antwoord te geven en ik ook niet. Ja, als je gewoon een leukere, fijne relatie hebt, dan hoef ik dat niet te weten. Dat is. Ik heb een verleden, zij hebben een verleden. Wat wil je van elkaar daarvoor weten? Dat wordt... voor beide niet prettig. Nou ja, ik vind als een meisje in haar leven meer dan 30 sekspartners heeft gehad, vind ik veel. Als het richting de 50 gaat, dan ja, denk ik wel van nou oké. Okay. Maar misschien ook wel minder al. Ja, 50 mannen? Nee, no way. Sorry, nee, ja. Ik ben best wel in dat opzicht, ik ben best wel old school misschien. Ja. Nou, top, weten we dat ook weer. Ja. Tuurlijk. Ja, dat is dus wel een beetje lullig, maar... Er is niks lulligs aan, dat is gewoon zo. Ja, het is eigenlijk krom, maar het is wel de waarheid, weet je. Andersom maakt het niet uit. Nee, maar hashtag, ja. Hashtag feminism, zeg maar, ik vind dat bullshit. Het is heel krom, ja. Ik vind het zelf ook. Maar het is fucking krom eigenlijk. Nee, tuurlijk, in die context klopt het wel, maar... Het is gewoon wel meer een... Het gevoel mannetje. Erbij, ja, het gevoel erbij, dat is toch gewoon echt anders. Ja, het is ook wel fijn toch als iemand een beetje ervaren is. Ja, dat klopt. Ja, als zij een wild verleden heeft gehad, dan ga ik ervan uit dat ik daar de vruchten van heb. Nee, maar druk. Dat is het leven. Ja. Ja, die kan jou dingen leren die je zelf nog niet hebt meegemaakt. Nee, maar als hij dan toch zegt 30, ja, dan, niets, ja. Als ik ja, vraag, dan denk als ik toch van, ja, toch wel een puntje minder. Ja. Ja. Maar weet je wat ook zo is? Als je echt, zou ik zeggen, iemand leuk vindt, als je van iemand houdt, dan moet dat ook eigenlijk weer niet uitmaken wat je nee, klopt, maar je schrikt er wel van. Je moet helemaal niet zo krampachtig doen over seks, want het is gewoon leuk en lachen. En als zij een paar wilde avonden heeft gehad. Ja, geëxperimenteerd in de zin van, ze is met 150 gasten naar bed geweest, ja, dat is zeker een dealbreaker. Ja. En ook al zijn het 100 gasten, kijk, als zij bij jou is en ze zegt dat jij de shit bent en je hebt het leuk met elkaar voor een half jaar, een jaar, voor de rest van je leven, that's fine. Maar nog, als de halve kroeg er hebt gehad, dan is het even goed nog. Toch denk je eraan. Ja, dat moet je niet willen. Ja, dat is wel zo. Het is ook gewoon niet belangrijk. Het boeit niet. Het boeit niet.